Treffers, ik heb er een paar te pakken. Hier hooguit 10 man, alles bij elkaar met ons erbij aan witte. Zijn er echt niet veel, we zijn echt niet meer veel. En weer eentje. Kijk uit, hè. Ja, nu zie ik er weer eentje bewegen. Ha, op zijn camera, op zijn camera. Hij stak zijn hand uit op de film, hè? Die andere is weg, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Maar hij bleef veel te lang, bleef hij er bovenuit zitten. Ja, dat zat er dik in. Er was net één uitstekje wacht tegen mij. Ja? Ja. Dat dacht ik al, want volgens mij had ik hem op zijn elleboog. Ja? Volgens mij stonden er 3. Daar heb je die stormtrooper. Hebben ze? Sven, kom maar daar zitten. En niet te lang je hoofd uitsteken. Tot straks. Ja, daar aan de ekken. Ongeveer 1 meter van bodem. Jezus, maar wanneer hij kookt hij daar roos. Doe hem met zijn kop. Pas op. Maar zo, pas op met een kop, pas op, mission, ja goed. We zijn er nog, Gerard, we zijn er nog, kom maar. Marcel? Dank. Die ekken van ons gebouw, rechts. Haha, die was eruit, Sven, die vent net. Sven, kun je op die hoek letten? Jij maak het klaar houden, erop mikken. Dan pas dat ze op een hoek letten. Ze zien 2 hinter den Hugel. Bij die boom links en rechts. Bij dat boom zien 2. Einde links, einde rechts daarvan. De kapotte boom. Mijn vriend hinter deer, daar had geen zin dat aan de groepen van Gelben hinter deze geboorte gekomen is. Daar staat hij hinter de boom. Schöne van radio's. Ik heb hem, bedankt!
heeft wie dat erin, hoor. Ja, maar dat is vielleicht einer, der guckt hier nicht sehr oft. Aber pass auf, da war jetzt einer hinter die Reifen. Mein Freund steht da hinter dem Baum da. Und der erklärt, was er alles sieht. Und wenn, wenn da jemand ist, dann schieße ich auf ihn. Super gut. Und er hat schon gesagt, das hören wir auch, da sind ein paar hier hinter das Gebäude. Die kann man hören, die sprechen manchmal. Okay. Jetzt fünf? Müsste auch hier stehen. Nee, da war nur einer. Ja. Da kommen noch zwei nach. Ja, aber jetzt sind bald drei hinter der rechten. Zwei in Wald rechts vorne. Mit! Ah, ich habe ihn! Wow! Wie deed das? Da kommt es nach, Sven? Ja, dat is een Q-loader. Er staat zo een veder erin, die drukt die bellen raus. Braucht man geen elektronisches. Ja, wenn du willst, kannst du mal gucken, aber dan geh ik een beetje weiter zurück. Mijn warpfeed, mijn warpnek is hier. En dan werden also die bellen hier door deze schlauch hier drin reingedrukt. En de marker is ook compleet mechanisch. Also, ja, hier kannst du die nog zien. Dat gaat niet, Gerard, want er zitten er drie op de rechterhoek die mij meteen af kunnen schieten als ik mijn snuffert uitsteek. Wow. Ben ik geraakt? Oké.